Het is onderdeel van een groot project, klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk. Daar zijn we al langer mee bezig. En waar het vooral om gaat is natuurlijk hoe gaan we om met al die hevige regenbuien en droogte. En wat kunnen we daartegen doen? Nou, wat we al hebben gedaan, dat is bij de Margrietstraat, de Bernhardstraat en de Beatrixstraat. Daar hebben we al hetzelfde eigenlijk gedaan, maar met een ander systeem. En we doen dat altijd in combinatie met ander werk. Dus als de weg verzakt is en die moet worden opgehoogd, dan kijken we of gelijk ook die klimaatadaptieve maatregelen, zoals het mooi heet, kunnen toepassen. Nou, bij de Bernhardstraat, de Margrietstraat en de Beatrixstraat, daar hebben we een ander materiaal gebruikt, namelijk steenwol. Maar hier, bij het Julianenpark, moet wel aangeven dat het Julianenpark is geen park, voor de mensen die dat niet weten, maar het zijn gewoon straten. Daar moest ook het een en ander aan de weg gebeuren en dat hebben we gecombineerd ook met een klimaatadaptief systeem. En dan gaat het eigenlijk om een soort mix van zeeschelpen van ongeveer een laag van 40 centimeter die onder het wegdek wordt gelegd en die het water opvangt. He, want dat is natuurlijk heel belangrijk bij hevige regenbuien, maar die ook het water zuivert. En dat vinden we zo mooi van het systeem. En het kan, nou, bij hevige regenbuien van ongeveer 100 mm per uur, kan die waterberging dat opvangen. Dus dat Urban Rain Shell systeem, dat is inderdaad nieuw en we hebben het voor het eerst toegepast. Daar zijn we ook wel een beetje trots op als Zoeterwoude. En wat ik graag ook wil benadrukken is dat we het niet alleen kunnen. We moeten het ook echt met de inwoners, met de instellingen en de ondernemers samen gaan doen. Inwoners die kunnen bijvoorbeeld ook meehelpen aan die klimaatadaptatie. Door gewoon de stenen uit de tuin te halen en daar groen voor in de plaats te brengen. Planten en bomen die zorgen ook voor schaduw in de zomer. Weer een mooie maatregel tegen de hitte. Aan de andere kant nemen bomen ook water op. Dus absorberen ook water. Nou, verder kun je ook water opvangen in regentonnen. Niet zo lang geleden hebben we ook een regentonactie gehad. En zo zijn er meer dingen die de inwoners zelf kunnen doen. Ze kunnen zelf dat initiatief nemen en wij willen dat ook als gemeente dan faciliteren. Een ander onderdeel van die klimaatadaptatie en klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk is de Elfenbaan. De Elfenbaan vangt ook water op, met name van het industrieterrein Grote Polder. Daar zijn duikers onder het spoor gelegd en het water wordt daar dan in de Elfenbaan opgevangen. En het mooie is ook van klimaatadaptatie dat je de combinatie kan leggen met de biodiversiteit. Doordat daar meer water is, het water staat, krijg je ook veranderingen ten aanzien van de biodiversiteit. Dus die combinatie vinden we ontzettend belangrijk.